bijna verkiezingen. Het was deze week echt een politieke week. Het eerste debat dat ik had ging over buitenlandse inmenging bij verkiezingen. Dus dat je via internet probeert verkiezingen te manipuleren. Dat moeten we niet hebben. Dus diende ik een aantal moties in met Lodewijk Asscher van de Partij van de Arbeid om dat te voorkomen. Als Kamerlid zie ik dat ik collega's heb van een niet-Nederlandse achtergrond die door DENK echt continu worden lastiggevallen op internet. En ik vond dat ik daar een punt van moest maken. En op het moment dat deze Kamer niet het goede voorbeeld geeft aan de Nederlandse samenleving hoe wij zelf met mensen met een niet-Nederlandse afkomst omgaan, dan kunnen we hier niet overtuigend en met gezag van andere mensen vragen dat ze deze mensen wel op een juiste manier bejegenen. En dus heb ik een motie ingediend om als Kamer te zeggen, dit accepteren we niet langer. En daar stemmen we volgende week over. En allerlaatste, volgende week woensdag 20 maart, stemmen voor jouw Provinciale Staten. Goed weekend!